Nou, dat was hij dan. Oh, ja, erg hè. Kan u nagaan als u dat al voelt, hoe erg deze club het hier voelt. En hoe erg het achter de scherm is. Voordat ik een paar woordjes, en ik hou het kort, tot u wil spreken, maar met name tot de club hier achter mij, zou ik ontzettend graag willen dat alle mensen van achter de schermen nou eens op het toneel zouden willen komen. Iedereen van achter de schermen op het toneel in de spotlight. Wat u niet kan zien, maar wij wel, is dat er achter in de zaal een aantal mensen zitten van licht en geluid die eigenlijk ook in die spotlights horen. En het geweldige orkest, die luisteren en kijken mee, die zien mij wel, maar u niet. Dus zijn we. Oktober 2010 was de première van Petticoat in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, waar we vorige week wegens groot succes nog een week zijn terug geweest. En vandaag hebben we dan formeel de 261ste voorstelling. En dat is de allerlaatste Petticoat voorstelling die er is gespeeld. Los natuurlijk van de try-outs die daarvoor waren. Maar we beginnen altijd keurig bij de première met nummer 1 te tellen. Maar voordat er de première is, spelen we natuurlijk altijd al een aantal weken. In dit geval in Horen. Ik kan me nog ontzettend goed herinneren de allereerste keer dat we interne lezing hadden met een klein clubje. Met André Breedland die het script heeft geschreven. Met Maurice Wijnen die daaraan meegewerkt heeft als co-scriptman. Paul Enens die het is gaan regisseren. Joop van der Ende die bij elke leessessie aanwezig is geweest om al zijn ervaring. En Lisa die in dat verhaal wilde stoppen erin heeft gestopt. En toen hebben we een keer in het M-lab met z'n allen een lezing gedaan voor de allereerste keer. Dat lijkt wel jaren geleden. En dat valt eigenlijk best wel mee. En toen gingen we in première en toen kregen we bijna alleen maar 5-sterren recensies. Voor wat we met z'n allen hadden gemaakt en bedacht en gecreëerd in een prachtige vak. Waarbij zelfs de NRC schreef dat we een stukje musicalgeschiedenis hadden geschreven. En dat hebben we denk ik met Petticoat absoluut gedaan. Het is namelijk een voorstelling, dames en heren, die niet bestond. De personages die u vanavond heeft gezien, vanmiddag heeft gezien en die we bijna een jaar lang in Nederland tentoon hebben gespreid, bestonden niet. Maar zijn vlees en bloed geworden dankzij een ieder van jullie. Of je nou voor of achter de schermen werkt, of je nou een grote of een kleine rol had. Petticoat en al zijn personages gaan nooit meer weg. Want jullie hebben ze echt gemaakt en mensen van vlees en bloed gemaakt. En dat is het bijzondere wat theater kan doen. Een verhaal wat een stuk van Nederlandse geschiedenis vertelt. En we hebben dat een aantal jaren geleden met Jo van Nederland Theater met Siske gedaan. Nu met Petticoat, daar zijn we een aantal nieuwe producten bezig. Die eraan zitten te komen, producties. Maar Petticoat heeft toch een heel bijzonder plekje in ons hart. Nogmaals, omdat het er niet was. We wisten niet hoe het moest eindigen. We wisten niet hoe het met alle personages moest eindigen. Maar uiteindelijk is het dit dan geworden. Met een fantastische ploeg van mensen. Die avond aan avond met onvoorstelbare liefde voor deze voorstelling, maar ook met groot respect voor elkaar, elke keer weer Petticoat hebben gespeeld zoals het gespeeld moet worden. En dat verdient een overdoverend applaus van mij. Dat ik een aantal wetenswaardigheden altijd geef, dat doe ik ook. Een aantal gekken, die krijg ik altijd door van de productie. Ik heb echt niet zelf selecteur, dus ik heb vertrouwen op degene die me ze gegeven heeft, in de hoop dat het allemaal een beetje klopt. Er zijn meer dan 1000 koekjes verorberd in 2061 voorstelling, dat u dat even weet. En meer dan 50 pakken ijsthee gelurkt. Dus nee, het was geen sherry, we zouden niet durven, we zijn aan het werk. Het was ijsthee. De gek die dat heeft selecteurd, ik heb geen idee. Maar we hebben 12.006 keer het woord bla uitgesproken in de Nederlandse voorstelling. En die persoon die krijgt die fles sherry volgens mij, die dat heeft selecteurd na afloop van ons. Eén persoon heeft alle voorstellingen gespeeld en dat was Rome.
zeg je dat dan? Top. En dan gaan we een beetje afscheid nemen, wat er helemaal bij hoort. Er is één iemand, Peter Stoelhorst. Waar ben je, Peter? Kom eens naar voren. Volgens mij, Peter, ga jij na al die jaren wat je al het mooiste hebt gegeven, want zo op het toneel wordt dan achter het toneel werken. Klopt, hè? Dus dit was jouw allerlaatste voorstelling op het toneel. Ja. En dat vrienden, echt een applaus voor het allemaal. Dankjewel voor al je prachtige werkgeving. En dan wil ik niet onbeleefd zijn, maar dan ga ik me toch even omdraaien richting mijn clubpie. Vandaag is exact mijn allerlaatste dag als algemeen directeur van de Hoofd- en de Theaterproducties. Morgen begin ik met een nieuwe baan waarin ik prachtige nieuwe producties mag gaan maken in Nederland, maar ook in alle andere landen die wij hebben met steeds in de thema. Dus of dat nou Madrid is, of Rusland, of Nederland, of gewoon straks Miss Saigon, of Wicked in Nederland, of Next Normal. Daar ben ik er ook bij, maar ook in al die andere landen. En Roel Venten, daar ben ik ontzettend blij mee. Is de nieuwe directeur bij morgen. Die zit morgenochtend om 9:30 keurig aan een kop koffie in met mij. Maar ik laat de laatste kans ook niet voorbij gaan om een aantal mensen hier specifiek te bedanken. En in de hoop dat ik jullie ga tegenkomen waar dan. Ik ga gewoon willekeurig echt beginnen. Ron, het was je eerste echte grote musicalavontuur in dit formaat. En je hebt ons alles behalve teleurgesteld. Je hebt niet alleen alle voorstellingen gespeeld, maar je hebt ook fantastisch dat musicalvak je eigen gemaakt. En wij hopen je echt nog heel vaak een musical tegen te komen. Heel vaak zelfs. Kees, ik heb een aantal producties al met je mogen werken en jouw bevlogenheid en passie voor acteren, dat zit overal aan dat grote lijf van jou en dat gaat ook nooit meer weg volgens mij. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor en ik ben ervan overtuigd dat na Siske en na Petico onze wegen elkaar weer gaan kruisen. Wij laten jou niet zomaar uit het oog gaan. Dankjewel, Kees. Net als Kees van oorsprong uit de acteurs-theaterwereld, Hayo, die voor zichzelf heeft besloten om en om te doen. Helaas, voor ons in de musicalwereld. Het ene jaar in de klassieke toneelwereld en het andere jaar gelukkig bij ons in de musicalwereld. Ik weet gelukkig al dat we hier weer gaan tegenkomen en we gaan niemand over vertellen waar dat is. Dat halen we nog even tussen ons. Pas goed op jezelf, pas goed op wat er thuis zit en zorg ontzettend goed voor met name je zieltje, want... Je weet, hè? Oké, heel goed. Mike, jij was debutant in Musicalland en volgens mij ben jij een soort Jaap in Bosmessenland geweest het afgelopen jaar. Dat gevoel heb ik gekregen. Je hebt er zo intens van genoten, maar je hebt ook zo ontzettend veel teruggegeven van het talent wat je hebt en van het genot wat je hebt en altijd positief zijn in hetgene wat je doet. Je bent een ontzettend troeper en los van het feit dat je waanzinnig talent hebt, is dat in ons vak een waanzinnig, waanzinnig positief eigenschap. En daar wil ik intens voor bedanken. Dankjewel. Jij gaat Joop van Nederland Theaterproducties verlaten. Na waanzinnig veel mooie producties samen gedaan te hebben, we hebben gelachen, we hebben gehuild, we hebben gescholden en we hebben een wijntje gedronken en we hebben waanzinnige perioden samen meegemaakt. Een uitstapje, omdat je heel graag artistiek iets anders wilde gaan doen, wat ik totaal begrijp. Je weet dat als ik dat niet vind, dan zou ik het eerlijk zeggen, maar dit begrijp ik vocaal. Maar het is wel een uitstapje, dat hebben we elkaar beloofd, toch? Dankjewel, Sven. Ik kom je tegen. Dankjewel. Freek, je bent een van de mensen in mijn hele bijzondere mandje van hele luxe, hele unieke musical paasheiden. En daar ben ik heel erg zuinig op. Waarom? Omdat je een van de grootste jonge talenten van dit vak bent. Met name omdat je intens van dit vak houdt. Omdat je alles wat je doet ontzettend met overgave doet. Omdat je niet alleen een beetje goed bent, maar rete goed bent. En ik hoop je nog een heel goede steek te krijgen. En we zien hem next Simone, naast Simone. Ook zo'n kanje, net als Chantal. Lieve Chantal, het is voor je bedacht.
Het is voor je geschreven, het is voor je gecreëerd. En dat hebben we met z'n allen, met alle liefde gedaan. Want je bent niet alleen een bijzondere actrice en een bijzondere zangeres en danseres. Je bent intens gelukkig in het theater. En dat is alles wat het je maar kan brengen en wat wij in je herkennen als theaterproducenten zijnde. Daarnaast is er een vriendschap ontstaan tussen ons die gelukkig het werk nog de vriendschap nooit in de weg heeft gezeten. Dat zal in de toekomst iets makkelijker zijn. Dat is een groot voordeel in deze. Maar ik wil je bedanken voor het feit dat je het vak serieus neemt. Voordat je nog steeds eigenlijk het meeste van alles wat je doet, of je het nou op televisie of film doet, het meeste van theater houdt. We hopen ook ontzettend dat dat zo blijft natuurlijk, dat je het meeste van theater blijft houden. En Petticoat is van jou, was van jou en zal ook altijd van jou blijven. Chantal Jans. Zeg, het is van buiten, nou, vanuit buiten is het altijd gebracht als mijn musical, maar dat heeft echt door jullie, is het dat nooit ook maar 1 milliseconde geweest. Het is echt van ons en ik heb me nooit alleen gevoeld. Het was echt, ik kon het doen omdat jullie het ook deden en daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Ja, dat sluit ik heel graag bij aan. Wie het ook is van jullie, wie het ook is van jullie. Of een Annemarie is van André van Duin, of Rosalie in Droomvlucht, of vele van jullie in andere producties, bij Misstrijd onder waar dan ook. Wat ik het allermooiste vind aan ons vak is, dat deze familie, is vandaag nog even familie tot morgenavondfeestje geloof ik, heel laat hè. En dan is die familie uit elkaar, en dan komt uiteindelijk weer een nieuwe familie bij elkaar. Dat is het allermooiste in ons vak van wat er is. Maar deze ervaring, deze groep, neem je voor waar je ook komt, bij welke productie je ook staat, altijd mee. Hij zal altijd in je hart zitten en jullie zitten in dat van mij. Bij deze, dankjewel. Nog eentje, een onverwachte applaus, dames en heren, de paaskoordinist van Petticoat.